De laatste tijd ontmoet ik heel veel nieuwe mensen. En laat het nou net een situatie zijn waarbij dingen heel erg ongemakkelijk kunnen worden. Nou was ik laatst op een feestje en ik merkte gewoon alle awkwardheid om me heen. En zoals gewoonlijk moest ik even mijn verhaal bij jullie kwijt. Mijn verhaal en punten waarom elkaar begroeten gewoon awkward is. Familiefeestjes bijvoorbeeld. Welke familie begroet je op welke manier? Sommige nichten bijvoorbeeld zie ik meer dan andere nichtjes. Maar is het dan raar om de ene anders te begroeten dan de ander? Want op zo'n feestje is er nooit alleen maar jouw eigen familie die je heel erg goed kent en die dichtbij je staan. Nee, er is altijd bijvoorbeeld de aangetrouwde familie. Die je helemaal niet zo goed kent. Of de buren, er komen kennissen, vrienden. Allemaal nieuwe mensen, allemaal mensen die je moet groeten, die je vaker hebt gezien op deze feestjes, maar waarbij je nog steeds niet helemaal weet wat de bedoeling is. Om awkwardness te vermijden loop ik gewoon altijd achter mijn moeder aan. Hoe mijn moeder jou groet? Groet ik jou ook. Geef mijn moeder jou 3 zoenen, dan geef ik jou 3 zoenen. Geef mijn moeder jou een hand, dan geef ik jou een hand. Bam! Simpel! Maakt niet uit dat ik zogenaamd volwassen hoor te zijn en dit soort dingen inmiddels moet kunnen. Nee, als ik de kans krijg, doe ik het gewoon op deze manier. Maar soms laat je moeder je in de steek. Soms loopt ze ergens anders naartoe om kaas en worst te pakken. En sta je in je eentje daar voor het groeten van al die mensen. En dan komt die ene persoon waarbij je totaal niet op één groetlijn zit. Jij geeft diegene 1 kus, terwijl die andere dacht dat je 3 kussen zou gaan geven. Dus jij denkt, ah, fuck, ik heb diegene gedist, dus je wilt weer gaan voor een 2e kus. Maar die andere denkt, ah, ik wil 3 kussen geven, maar die gaf maar 1 kus, dus ik trek mezelf weer weg. Waardoor je in een soort van, toch geen kusjes. Je eindigt in een soort van gekke giraffen vogelparingsdans. Het is zo, ah! Maar het is niet alsof de awkwardness minder wordt als je dan vrienden of nieuwe mensen van je eigen leeftijd ontmoet. Helemaal niet, namelijk. Ik had een hele list met mensen gegroet en iedereen gaf elkaar een knuffel en een kus op de wang. Vervolgens kwam ik bij iemand en ik gaf diegene een knuffel en wilde ook een kus geven. Maar als je een soort van knuffelkus geeft, dan ga je niet te ver door, zodat je wel ruimte geeft om überhaupt een kus op je wang te geven. Deze persoon deed dat niet. Die ging gewoon voor een full-blown knuffel, waardoor mijn kus, die op de wang was bestemd, op zijn oor kwam. Zijn oor. Helemaal niet awkward. Nee hoor, nee. Prima. Gewoon op je oor kunnen toe. Lekker doen. Lekker doen. Of wanneer je met een groepje vrienden bent en een van die vrienden heeft een nieuwe vriend of vriendin meegenomen. Weet je, je hebt het wel gezellig gehad, dus je moet elkaar wel gewoon groeten. Maar ik ken je net, dus ik wil je niet echt direct een kus geven, want je weet maar nooit waar die mond is geweest. Misschien wil ik wel niet weten waar die mond is geweest, als je snapt wat ik bedoel. Maar wat doe je dan? Geef je diegene een knuffel? Misschien wil diegene wel geen knuffel van je. Misschien heb jij totaal verkeerd geïnterpreteerd dat het überhaupt gezellig was met deze persoon. Misschien vindt deze persoon jou helemaal niet aardig en wil die geen knuffel of kus of groet van jou. Wat doe je? Wat moet je doen? Snappen jullie nou het probleem wat ik heb met mensen begroeten? Het liefst zeg ik gewoon joejoe dag. Eerlijk, is dat geen ziek goede oplossing? Gewoon allemaal joejoe? Maar ik hou zo van knuffels. Merken jullie aan dat ik hier letterlijk elke dag over nadenk? Vertel mij in de reacties, please, als je een van deze dingen herkent. En laat achter wat voor awkward groetsituaties jij ooit hebt meegemaakt. Jij. Laat een duimpje omhoog achter als je de video leuk vond. En vergeet niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Wisten jullie ook dat ik super actief ben op Snapchat? Als je nou Snapchat hebt en je hebt me nog niet toegevoegd. Of je hebt me wel toegevoegd en je wilt gewoon gedag zeggen. Zeg eventjes groetjes. En misschien stuur ik wel een snappie terug. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Zelfde plek, zelfde tijd, maar met een ander ding. Doei, doei, dag. Naar